upright row met een EZ-bar. Een oefening waar ik niet alleen mijn schouderspieren train, dus mijn deltoideus, maar vooral ook mijn trapezius descendens, dus de bovenkant van je trapezius. En ik pak er ook al enigszins mijn biceps mee. Okay. Wil ik ervoor zorgen dat ik mijn biceps wat minder meeneem, pak hem dan wat breder. Vind je niet erg om je biceps mee te nemen, pak hem dan wat smaller. Okay. Ik pak hem ongeveer op schouderbreedte. Ik breng hem omhoog en ik laat hem rustig zakken. En je merkt eigenlijk dat ik hem omhoog breng, dat niet alleen mijn armen bewegen, maar dat het laatste gedeelte ook mijn schouder dit doet. Dus als het ware dat ik dit doe. Dat doet je trapezius descendens. Je brengt hem omhoog, op, tot ongeveer op de hoogte van je keel. En je laat hem rustig zakken. Okay. Dit is een oefening die je al best wel snel wat zwaarder kan. Wat ik zelf merk is als ik echt heel zwaar ga, dat eigenlijk mijn handspieren of mijn handen gewoon te weinig kracht hebben om hem in stand te houden. Dat ik eigenlijk stop omdat mijn handen het gewicht niet meer kunnen dragen, maar dat mijn schouders zoiets hebben van, hey, ik kan hem wel even verder. Nou, dan is het erg slim om straps te kopen. Straps zijn eigenlijk bandjes, steek je je handen doorheen, kan hem om de bar heen wikkelen, kan je vasttrekken. En je kan als het ware het gewicht een beetje laten hangen. Niet heel erg laten hangen, want het is natuurlijk heel slecht om al het gewicht aan je pols gewricht laten hangen. Je houdt hem nog wel vast. Maar het ontlast heel erg die kracht die je met je handen in die barbel stopt. Dus wil je echt zwaar gaan, koop die straps. Want het ontneemt hartstikke veel ellende van je pols. En je maakt echt sprongen vooruit. Vind je het allemaal top wat ik heb verteld? Druk dan even op like. Of zet even wat leuks neer, weet ik veel. Stek een veer in mijn reet, maakt niet uit. Dat was hem. Ik zie je de volgende keer. Hey, ik ben trainer Tom. En wil je geen aflevering meer van mij missen? Klik dan hier om te subscriben. Of ga naar mijn website.